Met tromgeroffel werd op zaterdag 17 juni de eerste editie van Hooi Verbeeld geopend. Een tweedaags cultureel erfgoed- en muziekfestival. Het festival is een samenwerking van Hooi's cultureel erfgoed, het Hooi's cultuurcontact, muziekvereniging Meijerijstad en het pop- en collerfestival. Maar het belooft een heel mooi cultureel weekend te worden hier in Sint-Oederode. Dus we gaan van alles beleven. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit een initiatief, heb ik begrepen, tussen Hooi's cultureel erfgoed en Hooi's cultuurcontact. Nou, zo vorig jaar denk ik dat dat zo ontstaan is, 2022. Maar een idee, een initiatief organiseert zich natuurlijk niet helemaal vanzelf tot zo'n vol weekend van activiteit. Daar is echt heel veel werk voor nodig. Zo op de markt heen kijkt, dan ziet u nieuwbouw en de linkse kant ziet u een beetje restauratie natuurlijk van de gevels. Daarom vind ik restauratie van de gevel vrij belangrijk om alles ter ere te houden van een dorp. Nieuwbouw, ziet u wat dat doet eigenlijk. Ik vind het heel zonde, allerlei verschillende soorten stenen vind ik wel prima, maar het straalt veel minder uit dan links bijvoorbeeld bij de bibliotheek. Zo'n mooie sierlijke gevel, boven toch weer een boerenvlecht erin. Een mooi torentje naar boven gevestigd met de kruis erop. Onder een korfboog erin. Echt een lust voor het oog. Meer dan 100 jaar geleden waren er 5 boterfabriekjes die op verschillende plekjes in Rooi boter maakten. En er waren er 5. En als je naar de huidige plekjes kijkt, dan zijn ze hier in beeld. Dan was dat de Victorie op Verzout. Dan was het de Eendracht. Hier, Café de Toel. Daar zat de boterfabriek. In een bosje. Het gaat iets mis met het scherm, maar bij de Bekkaard zat een boterfabriekje. Dit is de Hongerstraat en dit is op de Bult. Er is iemand vermoord om geld. Een roofmoord. Ja. Enig idee wat hier gebeurt? Nou ja, hier wordt Isaac de brillenslijper naar de burgemeester gebracht. Want er was een moord op meneer van Kruisdijk. En die was één keer in de week ging die geld tellen om op zaterdag de boeren uit te betalen. En op een gegeven moment kwam meneer van Kruisdijk niet op tijd terug bij de hospitaal, mevrouw van der Laar. En toen werd de slager die daar ook sliep, meneer van Beljouw, daar naartoe gestuurd. Kun jij eens gaan kijken waar die blijft? Het speurwerk van Valère Hulsenbos en zijn team met slimme rechercheurs, dat leverde wel werk. Want zelfs de tweede verdachte, Salomon Lubig, die hadden ze ook heel snel in de kraag gehad. We woonden ook in Amsterdam, dus dat was een stuk gemakkelijker. Alleen, ja, ze moesten ook al aantonen dat hij ook betrokken was geweest bij deze moord. Let even op, ja, het is natuurlijk wel gewoon ja, een mogelijk eng beeld. Het is een enge tafereel. Hoe hadden we dat toch voor elkaar? Ja, kijk, dat is dan weer het geheim van de welvaart. Hè? Ja, ik ben de welvaart. Yeah.
mooi. Ja, ik ook. Ja. Knap. Mooi verzonnen, dan moet er maar opkomen, toch? Ja. Hartstikke mooi. Mooie kleuren. We zijn dan uiteindelijk op een holistische manier een tekening aan het maken. We zijn in gesprek gegaan, we hebben eigenlijk alles met elkaar in gesprek. We moesten allemaal een kat tekenen, we moesten allemaal een boom tekenen. En dat zijn alle vier andere tekeningen geworden. En daar gaan we in gesprek mee. Dus iedereen heeft zijn eigen verhaal gemaakt. Met die foto wil ik gewoon het moment vastleggen, 1 seconde voordat er een ongeluk gebeurt. En daar kun je nooit een foto van maken, die moet je bedenken. Dus die heb ik bedacht. Dit is in Duitsland. Dit is hier op de parkeerplaats. Ik heb een rolstoel geleend bij Odendaal. Ik heb een dame op de tafel gelegd en die zwevend gemaakt. Die heb ik naar de rand achter mij geplekt. En toen heb ik die ogen allemaal gericht op een paaltje wat ik met een kinoef heb gefotografeerd. Dus zo is het tot stand gekomen. En dat wilde ik hem even vertellen. Wij zijn een groep van het Damiaan Centrum. Het Damiaan Centrum heeft heel veel verschillende groepen. Beeldhouwers, schilderen, textiele werkvormen. En wij zijn van het beeldhouwen, werken met allerlei verschillende steensoorten. We komen 1 keer per week bij elkaar, zonder docent, wat dan ook. Het stimuleert elkaar in het ontdekken van wat kun je met de steen en hoe worden daar geweldig mooie producten geproduceerd. Ja, ik heb het zelf gemaakt. En hoe lang heb je erop gewerkt? Ik was bijna 2 maanden. Ik werk 3 keer per week. Elke keer is 2,5 uurtjes. En ja, dit is een lindenhout. Bij het Damiaan Centrum is echt, echt mooie atmosfeer daar. En aardige mensen. Ik ben echt heel blij.